Hallo mensen van de GameKanaal! We gaan vandaag weer verder met Heavy Rain. En er gebeurde een spannend iets. En daar gaan wij nu eens achter komen wat dat was. Even kijken, wel eerst in de koelkast kijken wat hebben wij allemaal. Oeh, een broodje en een glimlach. Lekker. Oké, wat moeten wij nu doen? Geluid. Ik weet zeker dat ik iets heb gehoord. Nee, propaganda. Heel goed, Madison. Je bent aan het doordraaien. Bitch gets crazy. Naar bed. Misschien moet ik naar bed en nog een keer proberen om in slaap te vallen. Oké, bed zoeken. Bed. Kom hier. Hier. Bed. Straks worden wij vermoord. Dat zou echt lullig zijn. Lullig, vermoord, eenzame vrouw in een bed. Met heel veel katten en zo. Oké, laat maar. Ik neem wel een slok Mountain Dew. Wow, wat? Oh my god, ik kan niet eens een slok nemen, snel. Ik stik bijna in mijn drink, oh my god. Oh, ik stik serieus bijna. Oh my god, dan hadden jullie geen Heavy Rain gehad. En dan wordt iedereen boos op mij. En ik denk echt dat er iets... Ik vertrouw de koelkast niet, jongens. Ik vertrouw echt de... Ik had kunnen zweren dat die schaduw net bewoog. Ik word gek. Ik ook. Doe nou rustig. De deur zit potdicht en je bent alleen thuis. Oh my god. Ik zit echt zo van, jongens. Ik vind het niet veilig. Ja, wat doe je al? Het is een hoer. Ze staat voor het raam. Ik weet... Koelkast. Ik weet dat jij het bent. Oh, hey, we pakken wel. We pakken wel wat warms. Koelkast, activeer. Oh, magnetron. Was dat niet zo'n kinderserie? Niet Maarse. Er was iets met een broodrooster, echt. Als jullie het weten, serieus, laat het achter in de comments, want dan zit ik van, oh ja, dat klopt. Het dappere broodroostertje, dat was het, alleen... Nee, niet Casper. Dat broodroostertje had zo'n naam, what the fuck. Oké, ja, nou hebben we alles toch weer gehad, joh. Kijk, wat? We komen net vanaf die koelkast. Jongens. Iets is er niet pluis. We gaan op ontdekking. Wat er met de koelkast aan de hand is. Ik heb trouwens een witte controller. Ja, ik dacht ik meld het even. Nu we een witte koelkast zien. Wow. Dum. It's a trap. Wat? Oh god. Oh fuck. Er is hier iemand. Er is iemand in het appartement. Oh, really? Telefoon op het bureau. Ik zou hem hulp kunnen bellen. De voordeur. Dat is de enige weg naar buiten. Als ik hem kan bereiken, maak ik een kans. Ren voor het bureau. Pak die telefoon. De telefoon is weg. Ik ga hard rennen. Startplan. Ren naar de voordeur. 3, 2, 1, go. Rennen. Rennen. De deur. Nee. Van achter. No. Oh, hey, yes. Ik heb geld. Oh, mijn arm doet zich. Oh, god. Nee. Stomme rechter joystick. Oké. Nee, what the fuck? Wat doet hij? Oh my god, pak iets vast. Trap hem. Oh, fuck. Oh god. Jongens, we spelen het trouwens super moeilijk. Dat was mijn... Oh god. Jongens. Als wij nu al doodgaan, dan hebben wij een... Nee, Oh, gelukkig. Oh, tackle. Burggreep. Oh god. Hoppa. Headshot. Nee. R1. R1 in je gezicht. Stoel. Gebruik je magische stoelkracht.
Die kant. Au. Oké, dat was niet al te slim. Au. Au. Dit doet serieus zeer, hè? Nee! Fuck! Oh, bitch slapped. Ze heeft een lamp! Fuck you, I have a lamp. Nee! Fuck you. Ik heb een bed en kussens. Die zijn kunnen dodelijk zijn. Fuck you, it's my house! Oké, okay, ren voor de deur, ren voor de deur! Ren voor je lief! Nee, niet de tv! Dat is zonde! De bank. Au. Dat is de tafel. En nou ziet ze hem van dichtbij. Oké. Okay. Oh! Yeah, je hebt geen kruis. Oké, okay, rennen, rennen, rennen. Oké, okay, doe hem open. Dat is de badkamer. Je zit nu vast op de badkamer, hè? Wat? Hoe komt hij hier? Oh, nee. Nee. Oh. Oef. Het was allemaal maar een droom. Dan kan ik eigenlijk... Oh god, ik had het wel... Ik had het te moeilijk mee, jongens. Dit was moeilijk. Dus, ik vrees voor de moeilijkere levels. En ik neem even weer een slok Mountain Dew Voltage. Ja, die vond ik bij de plus. Oké, okay, vond ik is ook weer zo'n groot woord. Die heb ik bij de plus gekocht. Hé, hey, yes! We zijn weer terug bij Ethan. Waar hebben we niet gebleven dat hij in het politiebureau was? Wat is hij nu aan het doen? Oh, de tv-ploeg is bij hem. Wat gaan we op... Hij gaat ook YouTube-video's maken. Oh, hij zit... Oh, ah. Ethan heeft te zwaar nu. Yep. Oké, Ethan. Hij heeft er echt moeilijk mee, jongens. Ethan heeft het zwaar. Oh, hey, papiertje hebben. Oh, vet. Oké, wat zit erin? Maak hem open, ja. Oh, ik heb jeuk op mijn arm met kietels. En die informatie hebben jullie niks, maar... Toen de ouders terugkeerden van oh, de kerk, fuck, ik heb kippenvel. Waren alle kinderen verdwenen. Ze zochten en riepen hun namen. Ze huilden en smeekten. Maar het mocht niet baten. De kinderen werden nooit meer gezien. I don't get it. Ik heb jeuk en een kras op mijn arm, want ik ben daar verbrand. Oh, hey, postzegel. Oh, hey, we hebben een kluisje. Dan gaan we daar maar eens naartoe. Kom, Ethan, we hebben een missie. Ik moet hier weg zien te komen en ontdekken wat dit voor bonnetje is. We gaan achterom. Freerunnen. Naar de buren, over de buren. Pff. Buren, oh, dit zijn andere buren. Ik wou zeggen, dit zijn de buren die mij al in mijn onderbroek hebben gezien, maar nee. Hek springen. Zolang ze geen irritant hond hebben, is alles goed. Ta-ta-ta-ta-ta. Hey, buurman. Hey, Gijs. Oh, nee. Hey, Ethan. Wat ga je doen? Ik ga ontsnappen van de pers. Oké. Mokkoei. Onopvallend. Du-du-du-du. Yeah! Oké, start die auto. Sleutel. Mup-mup. Schakel. Radio aan. Oh, ik wou radio, maar... Wauw, serieus, is de persoon, zijn ze zo dom? In Nederland krijg je allerlei mensen al die je gaat aanvallen. Oh, wat? Is dit het station? Oh, hé, is dit de kerk? Wat? Oké, okay, hier snap ik geen ene... Oh, shit. Ethan raakt in paniek. Uh-oh. Ik doe even snel mijn Skype checken. Oh my god. Oh god, Ethan. Ik geef straks een reactie. Skype, ja, voor de mensen die me willen toevoegen, Tujitipo. Ik moet. Zoals mijn Minecraft. Ik kan niet tegen mensenmassa's. Ik kan het niet aan. Nou, het gaat lekker vloeiend.
We zijn er bijna. Oh my god. Ik haal het niet. Te veel mensen. Nee, je haalt het. Te veel mensen. Je haalt het, Sean. Ethan. 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 Misschien werkt dat ook. Ethan. Ethan. Oh my god, hij krijgt straks nog een aanval. Dat moeten we niet krijgen, want dan gaat het fout. We zijn bijna. Hé, hey, iedereen is in slow motion. Denk ik. Ren! Oh my god, waarom rent hij niet? Oh, hij is een tijdreiziger! Oh my god, hij moordt mensen. Oh, dit is creepy. Oh, dit is eng. Rode ballon! Jason! Hier! Jason! 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 Aan de kant. Jason! Jason! The fucking art here. Jason! Jason! What? The fuck, mensen. Jason! De ballon. Ik moet de ballon pakken. Jason! Jason, papa is hier, jongen! What the f... Jason. Waar is hij heen? Jason. Hij is hier. Hij is echt hier. Nee. Jason! Oh my... Oh, sorry, oeps. Oeps. Multikill. Oeps. Triple. Oh, quad. Daar komt die nook 25 mensen omver gelopen. Oh, dat zou wel pittig. Waar is dat stomme kind van mij? Oh, wat? Hij slaat gewoon mensen knock-out. Oh, dat zou zo pittig ongemakkelijk zijn, hè? Hij heeft het overleefd, motherfuckers. En hij lijkt me echt zo ongemakkelijk. Nee, ja, je hebt het fucking... Je hebt het overleefd. Waar de fuck moet ik heen? Oh, bagagekluisjes. Oh ja, dat zok ik. Dat zok ik. Nee, ik wil... Ja, daar wil ik heen. Wat? Oh, serieus? Nee, 18. Kluis nummer 3. Oké, okay, rij 18. Hé, hey, meneer de agent. Ik heb niks gevaarlijks. 1, 2, 8, 9, 13. Ik kan goed tellen. 17, 16. Waar is 18? 17, 15... 18! Ja, kluis nummer 3. Is dat niet hier? Ja, die is hier. Jason! Nee, wat is de code? Wat vinden wij in het kluisje? Yes! Het is me weer gelukt! Ik heb een cliffhanger! Yes! Ah, heerlijk. Nou mensen, dit was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het einde leuk vonden. Ik in ieder geval wel. Ik was in de vorige aflevering gefaald met welke dag het is. Want het was eigenlijk vrijdag en nu is het dan zaterdag. Dus, willen jullie het volgende deel zien? Dan moet je wachten tot maandag. En rond maandag, rond de namiddag of in de ochtend, staat er weer een heavy rain online. Dus... Dat was de vraag. Ik stik hier voorzichtig, mensen. Doe een duimpje omhoog als je de aflevering leuk vond. Het weer een leuke reactie achter. Ik zal ze weer allemaal doorlezen. En ik zie jullie de volgende aflevering. Ik ga hem eerst even tot leven brengen.